Zeker op 21 juni 1968, de eerste Nederlander die de Tour de France won. Ik kan het bijna niet geloven dat hij er is. Dames en heren, Jan Jansen! En die motorrijder was een pisserend die ik heel goed kende. Charles, niet te veel, niet te lang voor me rijden, niet te ver. Niet te, op 50 meter, 60 meter, 80 meter. Maar dan zit je niet in een zog, maar dat had een andere reden. Het had toch een andere reden. Want als ik die motorrijder, als hij rende en ik zag dat licht van achter op het remlicht aangaan, dan moest je oppassen dat je toch voorzichtig deed. Als ik dat niet zag, dan gierde ik door die bocht heen. Dus ja, met alle risico's van dien uiteraard. Je moet wel risico's nemen. En daarbij, die mensen die werden helemaal wild. Want bij die Fransen was niet veel te juichen. Dus ja, ik was toch een soort surrogaat Fransman. En die begonnen steeds gekker te worden. Dus op den duur, ja, kwam die motorrijder met een bord op zijn rug. 25 seconden voorsprong op Van Schengel. En dat is steeds meer opgelopen. En dat gaf natuurlijk moraal. Dat gaf een geweldig moraal. Dus die riempjes nog een beetje aangetrokken. Ja, de baan vloog. Ja. En op die baan, ik kom die baan op, in Vincent. Kom ik die baan op en ik maak van alle renners de snelste tijd op die baan. Ja. Dus ja, dat is toch een teken dat het nog heel goed zat. Dus ik kwam over de streep heen. En ja, het had niet verder moeten zijn. Het had geen kilometer verder moeten zijn. Het was helemaal een stuk. Ik ben het gras vallen. En dan moet je wachten op Van Spriegel. Ja. En inmiddels was ik opgeklauterd. En ik zat op een stoel. En ik zag helemaal binnenkomen. En ik zag het al. Dan ga je er toch niet zo rond meer. Dan ga je er niet goed. Dus hij komt over de streep heen. De tijd wordt erop gezet. Jansen 1 uur 20 minuten en 9 seconden. En toen kwam Herman die deed 54 seconden later, lang over. Ja. Ja, heel snel de calculatie gemaakt. En toen zegt er, ik ken de naam niet van die man, maar van de organisatie van de Tour, Jean, je hebt de Tour de France gewonnen. Ja, en toen. En stel je maar gezegd. En, ja, en 10 seconden later, 5 seconden later, ja. Hectiek, daar wil je niet meer in geloven. We kennen de beelden. Dus totale euro. Werd in de lucht gegeven en al die mensen omheen, fotocamera's, televisie, toestanden. Ja, ik wist het geweldig. En toen zie ik op, omdat ze me omhoog brachten, zag ik correct staan, mevrouw, die was in verwachting. Van, was er Jan in deze afstand die we hier ook hebben? Ja, ietsje verder. Ja. Zag er prachtig uit trouwens. Was in verwachting van Jan, die is nu 50 geworden dit jaar. Kan niet missen. En ja, toen stond ze met Karin, die net belde hier. Die aan de hand met een bosje bloemen. En ze had een. Een geel jurkje aan en ja, toen brak er iets. Toen brak er iets voor mij, ja. Verhalen werd uit, dames en heren. De Tour de France.